En nu iets helemaal anders. Op dit moment wacht in een dodencel in Singapore de Nederlandse zakenman Johannes van Damme op de uitvoering van zijn doodvonnis. Als alles verloopt zoals gepland, wordt hij voor zonsopgang opgehangen, dat is omstreeks middernacht onze tijd. Hij zit al 3 jaar in de Changi-gevangenis, vlakbij de gelijknamige luchthaven waar hij werd aangehouden. Hij werd opgepakt tijdens een tussenlanding op weg van Bangkok naar Athene. Waarschijnlijk was de politie in Singapore vooraf ingelicht van zijn doortocht. In de dubbele bodem van zijn reiskoffer vond de politie meer dan 4 kilogram heroïne. Voor Van Damme werden al meer dan 70 drugsmokkelaars opgehangen, waarvan de helft buitenlanders. In Singapore are draconian. A, the sentences are heavy, stiff. If you are caught with more than 15 grams of heroin, take for instance, you face the death penalty. If you are caught with more than 500 grams of cannabis, you face the death penalty. The hanging takes place in a big platform. It's about 20 feet high, where you can hang 3 persons at one stage. Right, it all depends. So normally they hang one at one time at the prison inside here, the Changi prison. They fall down 20 feet? Oh, no, they won't fall down more than 20 feet. There's a rope hanging. Once the trap door is being opened, they'll drop down and they'll be hanging there. And of course, the knot will go up until it's tightened up. And after that, I don't know what happened. I was told that most probably after when they be brought down from the hanging loose knot, they will be checked by the doctor to confirm that it's dead. If it's not dead, they may even cut the wrist of both hands. We hadden willen praten in dit programma met Dirk Vlasblom. Dat is een correspondent van NRC Handelsblad, het Nederlandse krant. Maar hij zit op zijn hotelkamer op dit moment, hoewel hij dat beloofd had. Zeer waarschijnlijk staat hij nu aan de gevangenispoort of zijn er andere dringende dingen waar hij mee bezig is. Dat is ook begrijpelijk. We praten dan in zijn plaats met de heer Ivan Christiaans. Dat is een Belgische zakenman in Singapore. Meneer Christiaans. Hallo, ja. Dag Jan. U zit ergens in Singapore in een hotel, neem ik aan. Ik zit op mijn appartement. Op je appartement, ja. Is er in Singapore, wordt daar nu enig misbaar gemaakt rond deze terechtstelling? Het is de eerste blanke die terechtgesteld wordt, hè. Heeft u daar iets over gehoord? Ja, er wordt over geschreven in de kranten, maar het is zeker niet een, iets dat de koptitel haalt. Dus er wordt wel, laten we zeggen, over geschreven over de reden waarom dat die wordt opgehangen. Maar er is vooral over geschreven geweest 6 maanden geleden en 1 jaar geleden. Dus nu, dat hij morgen wordt opgehangen, vind je eigenlijk niet in de kranten terug. Nee, hoewel dat natuurlijk, men is het daar wel een beetje gewoon, daar worden wel vaker mensen terechtgesteld, hè? Daar worden al vaker mensen terechtgesteld, maar uiteindelijk, als je het berekent, per jaar zijn het er toch ook weer niet zoveel. Nee, maar het is wel voor ons, in onze oren klinkt het dan heel ongewoon. Dus ik neem aan dat het in de oren van de mensen van Singapore wel gewoner klinkt. Ja, voor de mensen is het gewoon, of zij vinden dat eigenlijk een goede zaak. Zij zijn voor de orde. Zij vinden dat goed dat er strenge wetten zijn, liever de doodstraf dan problemen met drugs en problemen met criminaliteit. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat mensen in Singapore zo'n terechtstelling meer of meer goedkeuren of er mee eens zijn? Ja, ze zijn er grotendeels mee eens met die wetgeving. Ja. Goed, blijf aan de telefoon. Misschien dat we straks, God weet, enig nieuws krijgen vanuit Singapore, al is de kans erg klein. In elk geval bedankt voor dit gesprek. En dan even mijn gasten voorstellen, dames en heren. Eerst en vooral Karel Dantierens. Hij is redactiechef bij Het Laatste Nieuws, waar hij net vandaan komt. Maar gezien hij nooit ergens lang blijft, weet niemand of dat morgen nog het geval zal zijn. Louis de Lendeker heeft een lange carrière als gerechtsjournalist achter de rug en is na een ernstige ziekte weer even slagvaardig als vroeger. En Bruno Tuybens zit hier in naam van Amnesty International, een vereniging die zich al vaker tegen de doodstraf heeft uitgesproken. Er is een blitzactie, zoals dat heet, in Nederland, met mensen mogen faxen sturen. Dat hebben we ook al in het journaal is dat vandaag verteld en ook zo'n fax is getoond. Hoe is het resultaat? Het resultaat is, zal afhangen zeg maar, van binnen een uur of 4, vrees ik. Het is wel zo dat het een van de zoveel honderden bliksemacties betreft die wij met onze internationale beweging hebben gevoerd. Het is inderdaad zo dat omwille van de actualiteitswaarde er nu vooral uit Nederland heel veel faxen zijn verstuurd. Je wordt gestuurd naar wie? Naar de autoriteiten in Singapore en naar de ambassade en zo. Dus we proberen zoveel mogelijk nog druk op de ketel te zetten. Nu, anderzijds is het ook zo
dat wij voor de 19 andere mensen die al geëxecuteerd zijn in dat land dit jaar, dat, en daar zijn dus ook Maleisiërs bij, Nepalezen, Filipijnen, dan hebben wij ook evenzeer grote acties ondernomen. Ja. Dus het is voor ons een van de honderden acties die wij elk jaar opnieuw voeren met spoedactienetwerken en dergelijke meer. Maar is het niet een beetje laat? Want je begint daarmee de dag ervoor eigenlijk, enkele uren voor het ultieme moment. Is dat niet erg laat? Nee, zeker niet. Wij hebben op het ogenblik dat de president het laatste gratieverzoek heeft geweigerd, dat was in november vorig jaar, hebben wij ook al een spoedactienetwerk opgezet over deze zaak. Het is wel zo dat er nog een aantal gratieverzoeken zijn gestuurd, onder meer vanwege koningin Beatrix, zeer recentelijk. En dan zijn die brieven retour gestuurd. Zeg ja, maar. Het heeft allemaal niks uitgehaald. Tot nu toe niet. Nee. Karl Landiris, ik neem aan dat Bruno Tuijbens is tegen de doodstraf, want dat is bekend. Zijn organisatie is daartegen. Jij ook? Dat is een van de redenen waarom ik lid ben van Amnesty International. Ik ben absoluut tegen de doodstraf. Voor wie dan ook, voor wat dan ook. Alleen verbaast het mij een beetje. En nu wordt er gezegd dat ze dat voor meer mensen doen. Maar ik ben al 20 jaar lid dus van Amnesty International. En ik heb nog niet zo vaak iets gehoord over protest tegen terechtstellingen in Singapore. Maar ook in Nederland? Of was het ook bij ons, die protestactie? Het is in Nederland vooral gebeurd, zeg maar, omdat het over een Nederlandse burger gaat. Maar zoals ik zei... Zou het niet sterker zijn als dat over heel de wereld zou gebeuren? Dat is ook zo. Ik bedoel, wij hebben zelf met de Vlaamse sectie ook al deelgenomen aan internationale spoedacties in zaken Nepalees. Bijvoorbeeld een Nepalese gevangene die ook is terechtgesteld dit jaar in Singapore. Dus er is een heel groot netwerk van allemaal verschillende mensen die daar in onze actiebeweging mee bij betrokken zijn. Ja. Dat is maar goed ook, want indien de druk altijd van hetzelfde land zou komen, zouden we uiteraard niet de slagkracht hebben die we nu hebben. Ja, Karel, en als je zegt je bent tegen de doodstraf, ook tegen deze terechtstelling? Ook tegen deze doodstraf natuurlijk. Ja. Natuurlijk zou ik ook niets liever willen dan dat die meneer Van Damme niet wordt opgehangen. Maar ik vind al die commotie, dat verbaast mij een beetje. Hij is nu de 79. Met sommige bronnen zeggen de 72, doet er niet toe. Er zijn tienermeisjes opgehangen geweest, jonge vrouwen, moeders van kleine kinderen, soms voor smokkel van 1 kilo hash. Dat is nogal wat anders dan 4 kilo heroïne. En ik zou trouwens Amnesty International wat willen vragen. Een van de redenen waarom ik achter uw actie altijd sta, is dat u niemand verdedigt die geweld gebruikt heeft. Dat klopt toch? Het is te zeggen, wij komen op voor de vrijlating van mensen die omwille van politieke overtuiging enzovoort gevangen zitten die geen geweld hebben gebruikt. Dat is juist. En die ook geen geweld hebben gepropageerd. Het is anderzijds... Mag ik de vraag anders stellen? Ja. Zouden wij even of zou er evenveel commotie zijn rond deze veroordeling als die man bijvoorbeeld 6 mensen overhoop geschoten had? Ik denk dat wij met Amnesty International bekend zijn in de strijd tegen de doodstraf, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar het voornamelijk gaat om mensen die andere mensen hebben vermoord. Maar uiteindelijk gaat daar gaat het in feite niet over. Waar het over gaat is dat wij vinden dat er universele mensenrechten bestaan, dat er internationaal universele rechtsregels, spelregels bestaan, waar in feite alle landen zich hebben achtergeschaard, die ook zijn vertaald in universele verklaringen voor de rechten van de mens, in verdragen, politieke en burgerlijke rechten, die door heel wat landen zijn aanvaard, die niet door alle landen zijn bekrachtigd. Dat is het probleem. Ja. Dus die ratificatie zou ervoor zorgen dat die internationale verdragen grotere rechtskracht zouden krijgen dan de nationale wetgevingen. Daar zijn wij zeer erg mee bezig. Louis de Rentekker. Ja. Natuurlijk ben ik tegen de doodstraf. Natuurlijk ben ik tegen deze terechtstelling. Maar ieder land heeft zijn wetten. En die wetten moeten gerespecteerd worden. Dus ik vind het een beetje schijnheilig van ons van nu tussen beiden te komen. Ja, maar als je voor het respecteren van de wetten bent, dan ben je ook voor een terechtstelling, want dat staat namelijk daar in de wet. Nee, ik ben in de gronde tegen de doodstraf. Maar vermits daar in dat land die wet bestaat... Ja, maar dus zeg je, de wet bestaat... Moet hij dus uitgevoerd worden. Ja. Hè? Dus ben je eigenlijk... Ja. Nee, ik keur die wet ben je niet eigenlijk... goed. Ik bestaat daar. Dus moet die wet eerbiedigd worden? Je zou kunnen zeggen, nee, zo'n wet zou niet mogen bestaan. Ja, ben ik Jan, we zitten hier nu omdat er een Nederlander straks wordt opgehangen. Je hebt nooit een debat georganiseerd toen er een Maleistiener meisje dreigde te worden opgehangen. Als een zwarte zou worden opgehangen... Nee. Is toch geen verwijt dat ze dat dan niet... Als een zwarte zou worden opgehangen... Er is verleden week iemand terechtgesteld in Amerika. Er is niemand die verroerd heeft. Waarom daar nu? Ja, dit is dicht bij huis. Omdat het een Nederlander is, omdat hij zo dicht bij ons staat.
Ja. De wetten zijn. Moeten we dan geen debat organiseren, liever dan? Maar het is niet het moment, vind ik. Het is niet nu daarop toespitsen. Het moet in sereniteit kunnen gebeuren. Ik denk dat de mensen. Maar waarom is dat niet in sereniteit? Ik bedoel, we kunnen toch sereen daarover praten? Hier, het is nu actueel. Die man wordt allicht over enkele uren terechtgesteld. Ja. Dus die man wist waaraan hij begon. Moeten we daar dan over zwijgen? Die man wist waaraan hij begon. Ja. Ik ben het daar niet mee eens, in die zin dat Wacht eens, perfect... Mag ik even doorgaan? Ja, want ik vind, dit is belangrijk. Hij wist waaraan hij begon. Ja, in al die landen staat in de luchthavens op grote borden. op die leeftijd moet je mij, als je met een koffer met een dubbele bodem op stap gaat, je weet wat u te wachten staat. De zogenaamd lege koffer. Het principe van de doodstraf, dat is wat anders. Ja, hij heeft even bekend in het begin, dan heeft hij die bekentenis weer ingetrokken, omdat hij zei het is onder druk gebeurd. Vanaf dan heeft hij het altijd... Nee, maar heeft wel volgehouden dat het een koffer was die op verzoek van een relatie vanuit Bangkok zou overbrengen via Singapore. En dat was een lege koffer. Hij dacht dat er kinderkleren in zaten, maar toen hij hem openmaakte, zag hij dat er niks in zat. En dan heeft hij er maar een paar hemden van zichzelf in gegooid. Dit is toch te gek om waar te zijn. Ja. Iedere week worden hier in Brussel mensen uit Afrika gepakt omdat zij ook met koffers op gang waren en niet weten wat erin zat terwijl er drugs in zaten. Die worden niet ter dood veroordeeld, maar die worden hier gestraft ook zonder dat iemand tussen beiden komt, omdat onze wetten nu eenmaal zo zijn. Ginder zijn de wetten anders. Wel, als jij eraan begint en weet welke sommen u wachten als het lukt, ja, dan moet je ook de klap krijgen als het mislukt. Ja, maar nu zegt u... Ik heb het zelf bijna eens gehad, Jan. Ik ben eens naar... Via Singapore zou ik naar Indonesië gaan, een Bandung, waar een neef van mij werkte. Zijn moeder, mijn zus dus, die zegt, kun je wat meenemen voor die jongen? Ja, natuurlijk, heel graag. Ik neem wat mee, ik zie daar een pakje in. Ik zeg, wat is het? Oh, een boek. Ik zeg, ja, welk boek? Satanic Verses van Salman Rushdie. Ik heb haar vriendelijk gevraagd of ze dat misschien zelf wou gaan brengen. Ja. Dat doe je toch niet? Laat staan een lege koffer waar je 160.000 frank voor krijgt om die over te brengen. Ja. Bruno Tebbes, ben jij het ermee eens dat er wetten bestaan waarin mensen kunnen worden terechtgesteld als gevolg van die wet? Nee, omdat ik vind dat de fundamentele mensenrechten universeel zijn. Dat wil zeggen dat er de fundamentele mensenrechten die door de wereldgemeenschap zijn afgesproken... Ja, maar dat land is soeverein. Dat die gelden voor alle landen, als het ware. Dat elk land heeft dus het recht om rechtsregels vast te stellen, maar binnen de spelregels die door de internationale gemeenschap zijn vastgelegd. En enkele van die spelregels zijn dus die fundamentele mensenrechten. Nu, meneer De Lentrekker zegt van, je weet op voorhand waaraan je begint enzovoort. Ik stel mij de vraag, wat gebeurt er wanneer iemand achter u, op het moment dat u aan het aanschuiven bent in de luchthaven, een zakje van 20 gram heroïne in uw vestzak steekt? Ten eerste gaat het niet om 20 gram, het gaat om 10 kilo. Maar het gaat over 15 gram. Mevrouw Krol is vrijgesproken omdat ze niet konden bewijzen dat zij wist wat er in die zuiger zat, die in godsnaam onder haar... Ja. Zaten er zuigers met daar heroïne in. Ja. Ze is vrijgesproken omdat ze niet konden bewijzen dat zij wist, want die dingen waren dichtgelast, dat zij het geweten had. Ja. Dus ze zijn niet over één nacht. Maar toch zijn er mensen dit jaar al geëxecuteerd in Singapore. Onder andere een 40-jarige man die voor 30 gram heroïne is geëxecuteerd. Er zijn drie twintigers van Maleisië die geëxecuteerd zijn voor het bezit van 300 gram heroïne. Wie heeft zo vaak rechtszaken meegemaakt? Een rechter kan niet anders dan in zo'n geval de man ter dood veroordelen. Moeten we toepassen als de rechter leest in de wet dat de straf is die daarop staat en dat er geen ander excuus is. En de rechter van de verdediging, die man kan zich langs geen kanten verdedigen. Er kan ook niet genuanceerd worden. Meer dan 30 gram is doodstraf. Hè? 35 gram is gewoon. Je weet het van tevoren. Hè? Als je vertrekt, je weet het van tevoren. Dat wist hij misschien iets anders is als die rechter de minste twijfelt. Daarom ben ik tegen de doodstraf. Een van de redenen waarom ik er tegen ben is, bij de minste twijfel moet je. Maar hier is er blijkbaar geen twijfel. Ja, maar wanneer is er geen twijfel? Dat is juist de vraag. Is het rechtssysteem dan 100% waterdicht? Altijd zeker? Ik denk op het ogenblik dat u dan een executie is het onherroepelijk. Dus. Goed, maar we zijn alle drie tegen de doodstraf. Dat Louis zegt, als de wet het voorziet, mag het. Zo begrijp ik het toch. Ja, maar natuurlijk... Wij hebben daar niks te zeggen in dat land. Wat zouden wij zeggen? We kunnen moest een tegen. Vreemdeling... Wij kunnen protesteren natuurlijk, wij protesteren. Maar wij hebben een bepaalde wetgeving. Moest een vreemdeling hier komen zeggen, kijk, je mocht dat niet doen, want
zijn onze wetten. Ja. Ze hebben daar niks mee te maken. Nochtans denk ik dat de wereldgemeenschap hier hard moet optreden in die zin dat het om een onoverdreven strafmaat is. Het is niet dat ik het De wereldgemeenschap laat mij daarmee lachen. Hè. Ja. Kijk naar Rwanda, daar is, dat is wat anders. Ja. Hè. Ik wil daar wel spreken. Karel? Ik vind toch dat we er een beetje licht over gaan. Ik ben dus nog eens een keer gezegd dat men mij vooral niet verkeerd begrijpt tegen de doodstraf voor alles. Maar als ik ooit een uitzondering zou maken, als ik er een zou maken, maar ik zou het nooit doen, dan zou het juist voor dealers zijn en voor drugsmokkelaars. Ja. Want wat die man aanricht, wat je met 4 kilo en zoveel heroïne kunt aanrichten, dat is veel, veel erger dan iemand die in een razernij of in een vlag van... Ja, dat is de reden waarom ze het daar ook absoluut willen. Ze zeggen, als je ziet wat dat aanricht, niet alleen daar, maar ook hier, hoe hele gezinnen en zelfs hele families in de vernieling gaan door die drugs. Mag ik eventjes over de schuldvraag gesproken? Misschien even kort praten met meneer Aart Prinsen in Nederland. Hij is de woordvoerder van de familie. We moeten zeggen, Johannes van Damme was gehuwd met een Nederlandse vrouw, is dan gescheiden, is later gehuwd met een Nigeriaanse, die is vertrokken naar Singapore. Maar de Nederlandse familie zit nog, zijn ex-familie zit nog in Nederland, te wachten allicht. Meneer Prinsen, bent u daar? Meneer Prinsen? Doodse stilte. We proberen zo meteen even terug, hè? Meneer Prinsen, nog even proberen? Nee. We gaan het zo meteen wel horen. We waren over de schuldvraag bezig, maar we waren ook aan het zeggen wat die man aanricht, heeft hij misschien zichzelf niet gerealiseerd. Ja, dan is hij heel dom. Op die leeftijd. Wat hij met die heren? Die man is even oud als ik. Als ik Jan zou komen vertellen dat ik voor een vriend een lege koffer heb overgebracht van Bangkok via Singapore naar Europa en dat ik daar 150.000 frank voor gekregen heb, hoe meer geld ze mij zouden bieden om iets over te brengen, hoe minder ik er zou willen aan beginnen. Want dan weet je toch dat linke troep is. Ja. En naar het schijnt en naar alle waarschijnlijkheid heeft dat vaker gedaan. En niet voor 160.000 frank, waar men meestal voor een 500.000 per trip... De wetgeving ging te zeggen dat om genade te bekomen, moet hij tenminste bekennen. Hij is een van de rechters die genade afgewezen heeft omdat hij weigert te bekennen. Wel, dat is bij ons hetzelfde. Als iemand veroordeeld is en hij vraagt genade, vermindering van straf, het eerste wat hij zegt in dat verzoek, is zeggen, ik die dat gedaan heb, ik voel mij, maar ik vraag... Dus, hij zelf vervult de verplichtingen niet. Altijd. Hij is volledig in fout, vind ik. Ja, nu het vreemde is dat als hij schuld zou bekend hebben, de kans dat hij genade zou gekregen hebben, zegt men, iets groter zou geweest zijn. Ja. Nu was die kans onbestaande. Nu gaf hij zelf geen enkele uitleg. Men is toch vreemd dat hij niet bekend heeft. Hè? Had hij het gedaan, had hij misschien zijn vel kunnen redden. In Singapore zijn er nog maar 2 gevallen bekend sinds 1975 waar er gesproken werd over gratie. Dus ik denk dat in Singapore dus de situatie iets minder rooskleurig is dan zeg maar in Maleisië, waar het ook bestaat. Nu, ik wil ook aangeven dat ik wil niet alleen over meneer Van Damme spreken, maar ook in het algemener kader. Als wij spreken over koeriers, over mensen, die gevraagd worden om tegenbetaling, zoals u zegt, wellicht de drugs via een tussenstop of wat dan ook proberen te verhandelen. Op dat ogenblik spreken wij misschien zelfs over mensen die dat doen niet tegen betaling, maar tegen het onderhoud van hun gezin enzovoort enzovoort. Dus u moet daar ook niet heel licht over gaan. Het zijn meestal de kleine vissen die dan gevangen worden. Ja. En de grote vissen die zitten aan iedere de zijlijn. Iedere week in Brussel kan je mensen zien die uit Afrika, dikwijls uit Nigeria, die gepakt worden met weinig of veel stof die overgesmokkeld is. Ja. Ik heb nog nooit ergens gezien dat ze deden voor hun gezin. Ze deden het omwille van... Ja. En ze zeggen altijd, we zijn beetgenomen. Het is altijd hetzelfde. Meneer Prinsen, u bent u er, heb ik vernomen. Wel zeker. Ja. Meneer Prinsen, er is een heel vreemde verhaal verschenen in de Telegraaf. Ik geloof die van eergisteren, maar in stond dat de broer van Johannes van Damme in Spanje, die in Spanje woont, zou gezegd hebben dat Johannes van Damme in de gevangenis aan hem bekend heeft dat hij het inderdaad gedaan heeft. Wat is er van aan? Ik heb toevallig met de heer Pieter Jacobus van Damme gesproken. De broer. De broer dus van Johannes van Damme. Ja. En ik heb heel duidelijk begrepen dat hier toch een apart soort journalistiek is bedreven. Ik zal het verhaal niet uitvoerig maken, maar het kwam hierop neer dat de man op het punt stond te vertrekken naar Nederland om hier te regelen, ook met het ministerie van Buitenlandse Zaken waar het hier om gaat. En dat hij zo ongeveer op het tuinhek contact kreeg met een jongeman, een Nederlander, die zich uitgaf voor rechtenstudent.
en die een praatje met hem aanknopte voor over de honden. En vanuit zijn rechterstudie ook geïnteresseerd bleek in de zaak van Damme. En daarin is het een en ander vertrouwelijk uitgewisseld met het idee van ik heb hier echt niet met een journalist van doen. Nochtans is daar zeker niet gesproken over datgene wat daar toch als een soort van onthulling in de Telegraaf wordt gebracht. Namelijk dat er een bekentenis van zijn broer in die gevangenis heeft plaatsgehad. Dat is namelijk totaal niet het geval. Dat is ook trouwens een gesprek geweest in aanwezigheid van de sociale raadsman. Dus in die zin moeten wij zeggen dat dit een merkwaardig soort journalistiek is wat hier bedreven is. Ja. Is de familie op dit moment samen? De familie die is wat verdeeld. Voor een deel is die zeker samen. En dan heb ik het met name over zijn ex-echtgenoot en een dochter. Er is voor de rest natuurlijk in elk van de families natuurlijk een rouwproces in werking. Dat duurt al enige tijd. Nochtans, het allerlaatste woord is nog niet gezegd over deze zaak. Heb ik ook vanavond nog van de minister van Buitenlandse Zaken begrepen. Dus elke strohalm wordt natuurlijk aangegrepen. Maar men leeft natuurlijk in grote duisternis. Goed, bedankt meneer Prinsen voor dit verhaal. Ja, is er weer journalisten bij ons? We gaan het er heel kort over hebben hoor. Maar zo'n verhaal van de Telegraaf, Karel, is dan toch heel kras. Die man heeft het allicht niet gezegd. Als hij het niet gezegd heeft, dan is dat natuurlijk onvergeeflijk. Maar het kan ook zijn dat die man dat nu zegt omdat dat heel slecht uitkwam. En dat dat natuurlijk niet... niet in hun kraan paste en dat hij dat daarom ontkent en zegt dat nooit verteld is, daar kan ik niet over oordelen. Als het gelogen is, ja, dan mag het niet. Je mag niet liegen in de journalistiek. Dat is geen journalistiek, dat is een echt schandaal. Ik kan me niet voorstellen. Wat gebeurt vaak met dat soort verhalen? Ja, en in gevolg de concurrentiestrijd in de media bestaat het gevaar dat zo'n dingen meer en meer gebeuren. Dat moeten we ook durven zeggen. Hè. Het kan inderdaad gebeuren, maar we kunnen niet genoeg, daar zijn we zeker volledig in akkoord, ons verzetten tegen die vorm van interview, die vorm van journalistiek. Dat kan nergens goed voor zijn. Ja. Terug naar de doodstraf, en die misschien vannacht wordt uitgevoerd. Het is de eerste blanke. Men heeft dan gesproken van misschien humanitaire redenen om hem toch genade te verlenen. Kunnen humanitaire redenen worden aangewend in dit geval, Louis de Lentekker? Humanitaire redenen. De doodstraf is altijd... De doodstraf uitvoeren is altijd onmenselijk. Doodstraf uitvoeren is een beschaving onwaardig. En ik weet waarover ik spreek. Ik heb na de oorlog hier bij ons, ongeacht of die mensen nu schuldig waren of niet, daar gaat het niet over. Ik heb bij ons mensen zien terechtstellen. Wel... Het is een ding dat je nooit vergeet en het is mijn land, zoals andere landen, onwaardig. Ik weet dat het onmenselijk is, want ik heb tijdens de oorlog opdracht gekregen van mijn baas in het Waalse verzet van een spion, dat is bewezen, van die neer te schieten. Ik heb die het nekschot gegeven. Ik was er zo dichtbij, veel dichterbij dan ik u zie. Ik heb die vent het nekschot gegeven. Mijn baas heeft hetzelfde gedaan met iemand anders op die ogenblikken. De nacht zelf heb ik zeer rustig geslapen. Ik heb daar niks van ondervonden. Ik was een manneke van 19 jaar. Maar 35 jaar later heb ik een hartinfarct gehad. Die man die ik neergeschoten heb, die stond naast mij. Ik ben dit jaar 70 dagen in het ziekenhuis geweest. Ik ben twee keren heb ik de laatste sacramenten gekregen. Ik ben dus heel dicht bij de eeuwigheid geweest. Wel, al de liefde rond mij enzovoort, die man, die stond daar, die alleen. En hij stond niet te roepen, hij stond niet te protesteren. Hij stond zoals hij in 43, daar stond hij, stond te schreien. En ik zag mij het gebaar maken. En als ik die beul, nu hebben wij allemaal op tv die beul zien ze uitleggen hoe hij het zal doen. Hoe de ander door het strop, met een strop naar beneden. Dat vind ik afschuwelijk, want... Het is zeer typisch. Ik heb dus met tamelijk veel mensen gesproken die gingen gefusilleerd worden, die gingen gedood worden. Men is niet zozeer bang van de dood, van de eeuwigheid, van wat daarna is. Het eerste wat men vraagt is, ga ik dat voelen? Ja. Doet dat zeer. Het is onmenselijk. De doodstraf is onmenselijk. Ik begrijp in oorlogstijd dat er dingen gebeuren, maar zeker in een democratie
is dat onwaar. Ja, Karel, je zegt wel, het is een, toch wel geen klein vergrijp. Je weet niet wat die man uitricht met zoveel heroïne te smokkelen. Mm. Zou men dus ondanks toch kunnen argumenteren met om humanitaire redenen genade verlenen? Genade verlenen zeker om humanitaire redenen, natuurlijk. Daar ben ik mee begonnen, daar zal ik mee eindigen, natuurlijk. Ik vind dat hij net zo goed als om het even wie, om humanitaire redenen en om reden van beschaving, zoals Louis zegt, en alles wat je wil, eigenlijk niet zou mogen worden opgehangen. Ook als er zoveel, en daar eindigen we dan mee, Bruno Tuymens, ook als er zoveel mensen zijn die vroeger al zijn geëxecuteerd, die geen regering achter zich hadden, geen koningin, ja. Die... Ook dan? Mm-hmm. Maar daarin is iedereen gelijk. Hè. Ik bedoel, het is jammerlijk zo dat de doodstrafpraktijk erop wijst dat er sommige mensen gelijker zijn dan anderen. Ik denk dat we daar allemaal, dat iedereen daarin gelijk zou moeten zijn. Dus wat dat betreft is het denk ik evident. Het probleem is dat de doodstraf altijd zinloos is, ook in andere omstandigheden. Het is een niet afschrikwekkend straf. Het is ook duidelijk in Maleisië gebleken dat er daar veel meer drugsverslaafden zijn sinds op het ogenblik dat men dat effectief... Ze zouden de rechters moeten verplichten van de doodstraf die ze uitspreken zelf uit te voeren. Goed. Het heeft dus sowieso geen afschrikwekkend effect. En dat is denk ik een belangrijk gegeven waar men toch eens over moet nadenken. Waarvan ik denk ook dat de economische gemeenschap die zich in Singapore gaat vestigen, toch eens serieuze vragen over zou mogen stellen. Goed, heer, bedankt voor dit gesprek.